Dag allemaal, dag lieve vrienden en vriendinnen. Ik ben onderweg naar Amsterdam. Want in Amsterdam vindt de wekelijkse Drag Fever plaats. En Drag Fever is een soort open podium voor drag queens. En het geheel wordt gepresenteerd door Didi. Ik ben ook van de partij. Ik laat ook wat van me horen. En uiteraard even een kijkje achter de schermen. Wie ziet dan meer? Even een interviewtje met deze vergenen. Doet weer een gezellige gekkenhuis. In ieder geval. Ik ben nog even een uurtje onderweg. Iets meer dan een uurtje. Dus hoppakee. Amsterdam. Ik kom eraan. Hey! We rijden nu door Amsterdam. Op zoek naar een goed plekje. Om mijn auto te parkeren. Een beetje in de buurt van de Amstel. Zou heel fijn zijn. Plekje zoeken. Aangekomen op plaats van bestemming Amstel 54. Drag Fever! Drag Fever! Drag Fever, jawel. Didi, Sugi. En Botox. En Botox natuurlijk, ja. Hoe kan ik het vergeten? Dit is Patsy. Dag lieve. Ben je niet alles goed? Ja, wat zie je dit? Ga je eens. Ja, ik ga zo direct aan mijn fik trekken. Hoe laat? Sorry. Volgens mij gaan we zo beginnen. Dus we gaan lekker naar binnen. Ja, we zijn aan het vloggen. Ja. Dus lekker naar binnen. De show bekijken natuurlijk. Hè. En ik ga dit keer weer playbacken. Ja, dankjewel. Dat scheelt. So, my good evening to you all. Okay. I invited a couple of gorgeous girls. They're amazing and talented. One's really small. She's from Amsterdam. One's really long. She's from Belgium, but she lives in Amsterdam. And of course, I've got my mother, Betty Love and Betty. I didn't mention the two girls yet, because we're going to start the first vlog with them. Are you in the mood for a little show, guys? Alleen voor tijdverdrijf. Ze hebben allemaal hetzelfde smoesie aan de lijf. En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk. Er komt verdriet, want dat ben ik niet verdorven. Je staat erin, nog altijd verdorven. Dat komt verdriet, mijn hart, ik zeg die staan. She brought her whole Belgian family here in the corner. A little Belgian delegation over here. Well, which will bring us to the next performer. She's really famous down here in Amsterdam. Miss Sugi Larry! Yeah.
En ik doe ook een optreden. Dus ik heb playbacken. Mijn live muziek heb ik misschien meegenomen. Alles weer. Maar goed, kijk of je kan playbacken. Ik weet, ja, dit is ook heel lastig. Ik heb al jaren niet meer gedaan. Dus ja, we gaan het proberen, mensen. Tada! And I'm back! Such a good mood, such a good crowd. Welcome to everyone who wasn't here yet, and thanks for waiting for everyone who was here already. We're gonna continue the show, and we're gonna continue the show with my mom. She's all the way from Den Haag. She's the one and only Den Haag diva that's here. Iedereen staat een beetje af te koelen hier. Hallo! Oh, je mag weer. We gaan weer verder. I know the version of me. She's a bird like me. But she goes down on me in the club. She's scared of my mate. And when she has your baby, I'm sure she made the lady scream out in love. Cause I love that she gave them baby. Was a baby, was a baby. And I'm loyal to the woman. Why? Every time you speak her name, she always told me her name.
Weer voorbij. Deze dame gaat weer richting huis. Het was een erg gezellige avond. Het is erg leuk om die meiden weer te hebben gesproken. En het was gewoon erg. De sfeer zat er goed in. Veel leuke mensen ontmoet. Dus ik kijk terug naar een heel geslaagde avond. Ik rijd lekker naar huis ook. Ik ga ze betalen. En dan rijd ik er nog een uurtje over. Dan ben ik ook weer thuis. In ieder geval bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende vlog. Bye bye.